Iedereen denkt met de kerst aan de rollade. Wij gaan het vandaag anders doen. We gaan een heerlijke kallusoester bereiden met een geglazeerd stoofpeertje en een pureetje van rucola. En daar wordt iedereen vrolijk van. Oké, en wat hebben we ervoor nodig? Dit zijn de stoofpeertjes. Hier is het stampotje, rucola crèche, lekkere aardappeltjes, kruimelig, boter, melk en natuurlijk de kallusoesters, het centrale punt van vandaag. Die gaan we bereiden in een heerlijke, mooie, gezonde olijfolie. Belangrijk is als je met kalfsvlees gaat werken, dat je het op een hele rustige manier bakt. Alle kantjes moeten mooi gekleurd worden, maar niet te donker. Gewoon met respect behandelen. Ik zeg het altijd, hoe met kalfsvlees omgaan, zoals met je eigen vrouw. Respectvol. En vooral geduld. Ja, ik heb dit jaar gekozen voor kalfsoester. Eigenlijk voor de dood eenvoudige reden. Het is gecontroleerd vlees. Het is veilig vlees. En, ja, ja, dames, daar komt ie. Het is heel mager. Dat is helemaal fantastisch voor de feestdagen. Het zou toch heel zonde zijn als je alle sappen weg wil laten lopen. Als je hem inpakt, laat je het kalfsvlees eigenlijk een beetje rusten. Mm-hmm. Ja, dat doet de kwaliteit ten goede, kan ik je vertellen. Leg hem zo netjes op het bord neer. Dit recept kunnen jullie lekker nalezen op shownieuws.tv. En ja, dat moeten we met z'n allen gaan doen. Ik zou zeggen, we gaan proosten op een hele smakelijke kerst. En ik vond het fantastisch om natuurlijk te werken. Proost! Okay, proost. Proost.